Goedemiddag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We gaan uiteraard uitgebreid in op het weekendweer, maar we beginnen bij vanmiddag. Op de satellietfoto zien we veel wolken, ook een paar gaatjes, dus de zon schijnt ook van tijd tot tijd. En er trekken buien van zuidwest naar noordoost. Vanavond neemt de buigheid geleidelijk af en halverwege de avond is het dan een graad of 18. De wind begint ook in kracht af te nemen. Aan het einde van de middag is het nog 5 of 6 boven, vanavond 4 boven aan zee en komende nacht 3. Minima komende nacht tussen de 13 en 16 graden. Er zijn vallende sterren zichtbaar, maar er zijn ook wolken en buien. Morgen. Een storing die van noordwest naar zuidoost trekt. Daardoor in het zuiden en oosten het langst bewolking en buien. In het westen en noorden eerder zon. Een temperatuur rond 22 graden. Zondag gaat er een graadje vanaf, 19 tot 22 graden. En ook dan valt er verspreid een enkele bui, met name in de middag. Maandag en dinsdag is de kans op buien kleiner, schijnt de zon vaker, maar de temperatuur gaat pas vanaf woensdag omhoog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.